Goedenavond en leuk dat je kijkt naar de derde aflevering van Ik Val Op. Vandaag in de spotlight LHBT+ in het onderwijs. En daar gaan we over praten samen met studenten van de PABO. Kira Unai is daarvoor aangeschoven, net als Romy Spier. En ook Wilco Wijnholt zit bij ons aan tafel. En we gaan ook in gesprek met basisschooljuf Corine van Tilburg. Ja, want voelen mensen uit de regenbooggemeenschap zich wel veilig op scholen? En wordt er in het onderwijs genoeg aandacht besteed aan LHBTI+? Ja, eerst aan deze kant van tafel. Corine van Tilburg, welkom. Dankjewel. Ja, jij bent basisschooljuf, toch? Klopt. En welke groep geef je les? Ik geef les aan groep 3-4, combinatie. Oh, leuk. Dat zijn echt de kleine kinderen dan. Ja. Nou, tof. En Kira Unai, PABO-student. Ja. Hoeveelste jaars? Ik ben vierdejaars student, zo. Zo, die schrik kan me ook even bij kijken. Nee, nou, leuk, tof. En aan de andere kant van de tafel zitten ook toekomstige basisschooldocenten. Namelijk Romy. Ja. Romy, hi, welkom. Ja. Ook vierdejaars student? Ook vierdejaars. Hoe bevalt het? Ja, top. Ja? Heel leuk, ja. Wilco? Ja, ik vind het ook wel prima. Ja? Ja. Kijk, dat is goed om te horen, want de vierdejaars is het laatste jaar, toch? Ja, afstuderen. Ja. Dus, spannend. Ja. Als mee zit. Vast wel. Nog. We gaan straks verder met jullie in gesprek. Ja, Corine, je gaf het al aan, groep 3 en 4 geven nu les. Klopt, ja. Heb je ook echt bewust gekozen voor deze groep? Of was het zo van, nou, hier is nog plek, ik ga hier wel heen? Nee, ik heb er wel bewust voor gekozen. Ik werk al 12 jaar op deze basisschool. En dan kan je een beetje je voorkeur aangeven. Het is niet gezegd dat je dat altijd krijgt, maar het is gelukt. En hoe lang geef je nu ook les? Ook al 12 jaar? Langer, dus mijn 16e jaar. 16e jaar, jemig. Ja. En dan LHBTI, kom je daar al in een aanmerking op je school waar je les geeft? In aanraking, sorry, ik zeg dat woord de hele tijd verkeerd, sorry. Daar op zich kom je er wel mee in aanraking. Gewoon, ik vind het belangrijk om het veel te benoemen. Of in ieder geval niet, dat het gewoon normaal is. Weet je, dat om te integreren in het onderwijs. Dus zo jong mogelijk, denk ik. Dus je geeft de kinderen wel echt de ruimte om zich ook te ontwikkelen. Ja. En doe je dat dan ook op een manier van, dat was een heel mooi woord voor. Het was een heel moeilijk woord, maar dat je zeg maar niet man-man gebruikt, maar bijvoorbeeld of man-vrouw gebruikt, maar ook een keer man-man of... Kees die kan een keer brandweerman worden, maar Eline kan bijvoorbeeld ook brandweerman worden. Ook op die manier al? Of? Ja, nou, meestal zeg ik dan Eline kan brandweervrouw worden. Want als er namen voor zijn dat het man vrouw is, dan benoem ik dat. Weet je, als ik stoelen wil laten sjouwen, dan vraag ik gewoon kinderen en niet sterke jongens. Dus daarin kun je al een beetje het verschil maken. Maar ook kinderen vragen wel eens van... Qua leeftijd, hè, ze zijn bij mij vrij jong, dan zeggen ze, oh, ben je dan al een papa, zeggen ze dan. En dan bedoelen ze eigenlijk, ben je dan volwassen, ben je dan een mama? Ik zeg, nou, niet iedereen wordt papa of mama, ik ben zelf geen moeder, bewust. En dan benoem ik dat ook kan. En dan zeggen ze dat nu, jij wil geen mama worden, hè? Dat hoeft niet hoor, zeggen ze dan. En dat vind ik wel heel mooi, dat ze dat oppikken. En geeft ze ook op andere gebieden nog ruimte om ze te ontwikkelen of te experimenteren met alle genderrollen die er zijn? In principe mogen ze gewoon zelf kiezen. Weet je, als wij een thema hebben en je kunt je verkleden, dan benoem ik niet dat dat voor de meiden is of voor de jongens of wat dan ook. En zo zie je dat ze ook zelf kiezen en dat er dan hele leuke verkleedkleren bij kinderen gewoon komen. En die misschien eigenlijk een bepaalde rol zou je verwachten, maar dat kiezen ze niet. Ze kiezen gewoon zelf. Dus dat is heel leuk om te zien. Nou, tof. En je werkt al 12 jaar op die basisschool nu. Hoe gaat dat dan bij andere klassen? We hebben het er als team wel over. En ik werk toevallig op een christelijke basisschool. Maar wij benoemen het wel eigenlijk dat alles kan en dat er ruimte is. En ik weet van mijn collega's dat ze er ook zo in staan. Dus we hebben het er onderling over. En ik weet niet exact hoe ze dat natuurlijk doen. Maar ik weet gewoon dat het in alle groepen bespreekbaar is. En op een christelijke basisschool krijg je dan ook wel eens... reacties van ouders die er toch anders over denken dan dat jij dat zou doen? Ja, dat krijg je wel eens. En ook, we hebben ook wel islamitische kinderen op school. Daar krijg je wel eens reacties op en dan ga ik met die ouders in gesprek. En mijn broer ging bijvoorbeeld trouwen met zijn man. En toen was er een vader die van tevoren zei van, oh, ga je daar dan ook foto's van laten zien, want dat hoeft van mij niet. Toen zei ik, ja, daar ga ik zeker foto's van laten zien. En ik zeg, want dat hoeft van mij wel. En de hele negatieve reacties, hoe ga je daar dan mee om? Op zich valt het heel erg mee qua negatieve reacties. Dus ik weet niet goed hoe ik daarmee om zou gaan, maar ik zal bij mijn eigen standpunt blijven.
En ik zal wel zo open mogelijk erover willen praten. Want iedereen mag vinden wat hij vindt. Want dat is juist wat ik kinderen ook wil leren. Dus, maar ik zal wel duidelijk maken hoe ik erover denk en hoe ik er dus over praat. Nou, heel tof. Er is sinds kort ook een Paarse Vrijdag voor basisscholen. Hebben jullie daar al iets mee gedaan? Of doe je dat gewoon één keer ook in het jaar, maar dan niet per se Paarse Vrijdag? Ja, niet echt. We hebben niet per se een speciale dag nog waar we de extra aandacht aan besteden. Ik probeer het eigenlijk een beetje te integreren in het dagelijks leven. Dus niet eens zozeer te benoemen van dit kan ook of dat kan ook, maar meer gewoon tussen neus en lippen door. Dat het echt normaal wordt. En ik denk dat dat een fijne manier is ook voor de kinderen. En misschien ook wel voor de ouders. Dat het wat minder voelt als dat ik het zo opleg dat kinderen daar maar open voor moeten staan. Dus ja, wij doen nog niet aan Paarse Vrijdag. We hebben het er toevallig wel even over gehad. Ik denk dat we ook bij ouders wel zouden willen peilen hoe ze erin staan. Kan ik me voorstellen. Ja, logisch. En dan heb je ook altijd, je leest waarschijnlijk nog wel verhalen voor bij 3-4. Tenminste, dat denk ik. Ik heb daar zelf niet heel veel verstand. Ja hoor, ik lees heel veel voor. En wat voor verhalen zijn het dan? Zijn het ook nog echt van een prins en een prinses? Of verschilt dat heel erg? Ja, het ligt eraan. Als je een sprookjesboek pakt, dan is dat wel echt nog wat er staat. Maar ik lees allerlei verhalen voor. Ik lees veel uit Superjuffie. Daar doen allerlei mensen mee. Niet per se. En ik kan niet een voorbeeld noemen van homo's of lesbisch of transgenders nog. Maar ja, zo benoem ik het zelf dan wel. En we hebben ook tekstboeken waar ook een gezin is met twee papa's bijvoorbeeld. En dat wordt gewoon zo, leren ze lezen en dan is dat het verhaaltje. En ja, dat is gewoon mooi, vind ik. Dus je legt het ze eigenlijk al voor op een manier dat het later de schok, schok is het natuurlijk niet per se, maar dat is zo van, oh, het is normaal, dat heb ik in groep 3 en 4 al geleerd. Ja, en het woordje schok wat jij benoemt, ik heb van dichtbij meegemaakt dat mensen uit de kast zouden willen komen, maar het nog niet durfden, en omdat ze zelf eerst in schok waren. Ik denk wel dat het. Ik benoem wel tegen kinderen. Ik zeg tegen kinderen van: stel je voor, je merkt dat jij homo bent, lesbisch bent, transgender bent en je zou er niet over kunnen praten met iemand. Weet dan dat je altijd naar me terug kan komen. Ook al ben ik je juf niet meer. Dus ik wil het ze wel benoemen. Dat ze weten dat er een plekje is. Dus, zo fijn dat ze een vertrouwd persoon hebben, een bekende waar ze dan hun verhaal zouden kunnen. Stel, ze zouden dat willen, dat ze weten dat ik er niks van vind. Dus dat vind ik wel belangrijk om te benoemen. Dat zeg ik wel echt expliciet. Dat vind ik wel goed, want natuurlijk, een christelijke basisschool, misschien hebben ze die omgeving helemaal niet waar dat veilig is om te benoemen. Ja, dat zou zeker kunnen. En ik heb het van mijn broer en zwager ook gehoord. Die zeggen van, ja weet je, mijn zwager was 29 toen hij uit de kast kwam. En die zei, ja dat komt ook mede doordat er op school weinig aandacht voor is geweest. En ja, dat heeft gewoon niet geholpen. Hè? Dan voel je je echt heel anders. En ik vind het belangrijk dat als ik dan toch jonge kinderen of kinderen dagelijks vertrouwde rol... Voor ze speel natuurlijk, hè, als juf. Wat juf zegt, dat vinden ze vaak wel heel belangrijk. Ik denk, nou, als ik het een beetje zo kan verweven met de dagelijkse dingen. Het is niet dat we het de hele dag over hebben, maar ik vind dat wel belangrijk. Dat is denk ik ook juist belangrijk om inderdaad niet die nadruk erop te leggen, maar wat jij zegt, tussen neus en lippen door. Want als je die nadruk erop legt, dan is het ook nog weer alsof je er een aparte rol voor hebt. En dan lijkt het bijna dan toch wel weer bijzonder of speciaal. Ja. En ik vind er eigenlijk, ik vind er niks van. Klinkt heel ongeïnteresseerd, maar dat is eigenlijk wel wat ik vind. Ik vind daar niks van, want ik vind het niet gek, ik vind het niet vreemd, ik vind het ook niet bijzonder. Mm-hmm. Ik vind het normaal en dat is eigenlijk wat ik hoop mee te geven. Merk je ook in al die jaren dat er toch wel veel is veranderd ook? Want je zei van, ik geef al hier 12 jaar les, in totaal al 16 jaar. Of er toch ook veranderingen zijn geweest in al die tijd dat jij nu basisschooljuf bent? Zeker wel. Het ligt ook wel een beetje aan waar je les geeft. Ik heb ook wel in kleinere dorpen les gegeven, maar ook in Rotterdam. In Rotterdam bijvoorbeeld op een, dat noemen ze dan een zwarte school. Nou, daar denken kinderen heel anders over en vinden ze er echt wel iets van. Het is ook cultuurbepaald. Wat wel heel mooi is, dat een leerling toen zei, toen ik het er met ze over had, dus 16 jaar geleden al, dat een leerling toen zei... Ja, maar van mijn geloof mag het echt niet hoor, dat twee mannen gaan trouwen. En dat hoort dan niet, zei ze. En toen ging ze nadenken heel even, toen zei ze... Maar als ik ze tegenkom, kan ik wel gewoon aardig tegen ze doen. En dat vond ik gewoon een supermooie oplossing. Ja. Dus dan zie je hoe kinderen ermee bezig zijn. Dus, ja, dat... Je hebt dan hele verandering nu meegemaakt dus. Wat zijn nog dingen waarvan je denkt, dat moet in de toekomst misschien nog wel anders? Wat zou je anders willen zien? Misschien qua lesmateriaal.
Hè, want ik heb nu vrij bewust een methode uitgekozen dat ik zelf kon zien dat er genoeg diversiteit was. Ook iemand in een rolstoel of iemand met een bril. Weet je, ik probeer het op allerlei vlakken dat alles gewoon normaal is en dat gezien wordt. Kleur, mensen van kleur wil ik heel graag ook. En niet alleen de buff van boos, dat daar dan een zwart jongetje bij staat, maar ook dat het gezellig is en leuk is, leuk gezin. Dus daar heb ik heel bewust naar gekeken. Maar ik denk dat er nog wel meer diversiteit in lesmateriaal kan komen. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de toekomst gaat. Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Corine, goed om te horen hoe het bij jullie op school gaat. Ik hoor je ook nog wel zeggen dat er misschien nog een paar verbeterpuntjes zijn binnen jouw beroepsgroep. Misschien kun je hier wat inspiratie uit opdoen. Onze verslaggever Wendy Wanders die is namelijk op pad geweest. Die ging de straat op om te vragen wat er verbeterd moet worden bij sportclubs. Afgelopen april zijn de gemeente Emmen en een aantal plaatselijke sportverenigingen een samenwerking gestart met de Alliantie Gelijk Spelen. Deze alliantie wil dat leden van sportverenigingen voor hun geaardheid uit durven te komen. Uit onderzoek blijkt dat een kwart van de LHBTI+ gemeenschap niet voor hun seksuele of genderidentiteit uit durft te komen. En die alliantie wil daar verandering in. Wij vragen ons af, hoe denkt de gemiddelde Emmenaar daarover? Hoe vinden zij dat sportverenigingen om moeten gaan met leden uit de LHBTI+ community? Wat vind jij ervan dat sommige sportverenigingen geen protocol hebben voor deze mensen en dat ze daardoor ook niet bijvoorbeeld uit de kast durven komen op hun sportclub? Heel eerlijk gezegd heb ik daar niet echt een mening over. Ik bedoel, iedereen moet gewoon recht hebben om te sporten, wie die ook is. En ja, dan moet je niet anders door behandeld worden of zo, nee. Stel dat een teamlid homoseksueel zou zijn, zou je dat een probleem vinden? Nee, op zich niet. Als hij gewoon goed zijn best doet, zou ik het geen probleem vinden. Nou, ik vind dat zelf wel een beetje raar, maar het mag wel. Ik heb daar niet zoveel problemen mee. Nou, ik zou dat niet erg vinden. Nee. Maar ik vind het wel weer dat het wel qua dat je wel normaal moet doen. Dus qua ja, gewoon dat je wel normaal doet en niet allemaal dingen gaat ja, doen of raar gedrag vertonen of zo. Of, je hebt ook van die mensen die gaan dan ja, heel overenthousiast doen. Dat mag natuurlijk wel, maar ja, het is wel een beetje vervelend, vind ik. Ik heb daar geen problemen mee. En hoe gaat jullie... Oh, sorry. Er zijn ook gewoon mensen, dus... Ja, iedereen mag gewoon zichzelf zijn met voetbal en die dingen, met sport. Ja, iedereen heeft zijn eigen ding. Bijvoorbeeld, je hebt ook gewoon handicappen met één been of zo. Die moeten toch ook gewoon een sport hebben. Dus ja, het blijft hetzelfde, vind ik. Zou u er problemen mee hebben als er iemand, nou bijvoorbeeld stelt u bij een wandelclub praat. Zou u er dan problemen mee hebben als er iemand is uit deze community? Nee, totaal niet. Ik ben zelf wel turntrainster geweest en sportleider. En ja, toen was het natuurlijk allemaal wat eenvoudiger, want je douchte gewoon met elkaar. En als je nog een mededeling had, dan deed je dat gewoon, terwijl de groep nog stond te douchen. Dus tegenwoordig, ja, het wordt allemaal wel heel ver gezocht. Dan denk ik, nou, kom gewoon ervoor uit en doe gewoon open en eerlijk, geen probleem. En heb je het dan ook over hetero's of over een doelgroep in specifiek? Specifiek, ja, het zijn specifiek homo's, maar ik heb er niks tegen. Natuurlijk, er zijn veel mensen die zitten in een andere lichaam, die, maar er zijn niet veel mensen die hebben er problemen mee. Maar er zijn wel veel mensen, ja, tuurlijk, je hebt homo's die veel aan je zitten en wat mensen niet heel fijn vinden. Maar ik heb een leraar gehad waar die altijd bij ons kookte en die was homo. En ja, ik heb er niet echt zoveel problemen mee, maar als er... Dus er moet wel meer ruimte komen voor die mensen, ja. En ook voor iedereen, want we zijn allemaal mensen. Hey, hoe vinden jullie dat sportclubs of sportverenigingen om moeten gaan met mensen uit de LHBTQI-gemeenschap? Nou, gewoon hetzelfde als bij gewoon mensen die daar niet uitkomen, denk ik. Ja. Nou, ze hoeven geen speciale behandeling te krijgen. Ze kunnen gewoon meesporten. Ik bedoel, zoals altijd mag er opgemerkt worden als ze worden buitengesloten, maar... Dat wordt niet echt gedaan. We zijn gewoon met z'n allen aan het sporten. Dus gewoon iedereen gelijk behandelen. In ieder geval door ze gewoon als lid aan te nemen en daar niet al te moeilijk over te doen, denk ik. Ja, misschien dat ze een aparte kleedkamer nog erbij kunnen maken voor genderneutraal. Misschien is dat een mooie optie voor hun. Als ik kijk naar de sportclub waar ik heen ging, dat was bij onze universiteit. Volgens mij hadden we daar op een gegeven moment wc's en zo, dat waar wat... voor alles was, zeg maar. Ik vind het prima. Laat zien dat ze er zijn of zo, maar voor de rest, ik denk dat ze gewoon niet per se op hun af moeten gaan, maar gewoon dat hun dat wel kunnen doen.
Ja. Dat weet ik niet, want wij hebben het daar nooit over. Dus, en wij hebben ook niet van jongens die op jongens vallen en zo. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat iedereen zich overal thuis voelt. Ik denk dat de mensen zelf niet graag in kleedkamers en dat soort, dat het toch een beetje apart moet. Het kan natuurlijk altijd beter en je zult ook wel zien dat het heel erg verschilt per verschillende sportverenigingen. Maar ja, wat wij hebben meegemaakt wel, maar ja, het kan altijd beter. Ik bedoel, ja. Er moet heel veel aan veranderd worden en heel veel mensen moeten nog dingen gaan inzien. Maar zoals het nu, wat wij hebben, gaat het wel goed. En wat zou jij er zelf aan kunnen doen dat iedereen zich welkom voelt op jouw sportvereniging? Iedereen gelijk behandelen? Ja, kijk, het is niet zo dat ik dan denk van, oh, dat is iemand die is, ja, je kunt het sowieso moeilijk zien, van in zo'n hokje of zo. Dus ik denk dat je het gewoon iedereen gelijk moet behandelen. En wat voor dingen moeten mensen dan gaan inzien? Nou, dat er ook mensen zijn die andere interesses hebben dan wat voorheen veel eerder nog het normale was, zeg maar. En ja, daar kan nog heel erg veel in veranderd worden. Gewoon het gedrag en hoe je iemand benoemt en dat soort dingen. Ja, er werden dus echt heel veel verschillende dingen gezegd. Corine, wat vind je als je dit zo ziet? Nou, het valt me eigenlijk op dat iedereen heel positief reageert. Vind ik mooi. Ja, dat is natuurlijk ook de bedoeling. Ja. Uiteindelijk, Romy? Ja, dat vond ik ook wel opvallend. Maar ook wel dat mensen gewoon benoemen, je moet ze gewoon accepteren. Je moet er niet, weet je, niet te veel een speciale behandeling. Want ik kan me voorstellen dat je dat zelf ook niet zou willen. Ja, het moet gewoon genormaliseerd worden, weet je. Toch? Ja, nou, dat is wat ik... Helemaal eens, toch? Ja. Ja. Ja, absoluut. Ben ik het ook helemaal mee eens. Morgen in de laatste aflevering van dit seizoen Ik Wil Op gaat Wendy ook weer op pad. En dan zorgt ze zelf voor een beetje bewustzijn in de regio. Tijd om verder in gesprek te gaan. Dat doen we met Kira Unij, Romy Spier en ook met Wilco Wijnholz. Jullie zijn allemaal toekomstige basisschooldocenten, want jullie zitten in het laatste jaar van de PABO. Mooi dat jullie hier zijn. Ja, ik zei dat toekomstige basisschooldocenten, dus dat betekent dat als er dingen in het onderwijs moeten veranderen, dat misschien wel het beste bij jullie vandaan kan komen. Want dat is natuurlijk waar het voor alle basisschooldocenten begint, op de PABO. Merk je dat ook, Romy, bij jou in de opleiding, dat er nu al dingen worden bijgebracht waarvan je denkt van, oh ja, dat vind ik wel handig om mee te nemen straks. Ja, absoluut. We hebben er dus onderzoek naar gedaan. Dus dan ben je er wel heel actief en bewust mee bezig. Mm-hmm. Want jullie hebben er onderzoek aan gedaan. Jullie met nog een aantal andere studenten. Wilco, wil jij er wat meer over vertellen? Ja, we hebben onderzoek gedaan naar het LHBTIQ+ in het onderwijs in Finland. En gewoon in Nederland. Mm-hmm. En hebben we dat met elkaar vergeleken. En dan zie je wel dat in Finland zijn ze er wel echt al een stapje verder, zijn veel meer mee bezig. Maar in Nederland komt het zeker ook echt. Nee, ze zijn echt heel druk bezig. Hebben jullie daarom ook voor Finland gekozen? Omdat het misschien een wat vooruitstrevender land is in die zin? Oh, nee, dat kwam vanuit een briefje. Die moesten wij gewoon kiezen en er stond een land op. En daar stond op Finland. Oh ja. Dus ging Finland onderzoeken. Ja. En hoe heb jij dat onderzoek ervaren, Kira? Nou, ik vond het zelf, we konden sowieso uit meerdere onderwerpen kiezen. We hadden het leergebied de mens, maatschappij en burgerschap. En we konden dan uit 3 onderwerpen kiezen. En bij ons allemaal sprong dan genderperspectief en seksuele diversiteit en identiteit. Die sprong bij ons allemaal wel er al gelijk uit. Want dat vonden we, vooral met Romy dan, we vonden het allemaal wel interessant om daarmee te kijken van, hoe zit dat op basisscholen? En hoe wordt dat aangepakt? Want Romy, jij hebt 2 moeders. Klopt, ja. Ja. Ik ben opgevoed met 2 moeders. Mijn moeder is hertrouwd met een vrouw. Toen zat ik zelf nog op de basisschool. En toen vond ik dat heel raar en eng en spannend. En ik durfde dat niet te vertellen. Omdat je het, het komt niet zo vaak voor. En er wordt weinig over gesproken op basisscholen. Mm-hmm. Dus ik vond het wel heel interessant om te ontdekken van, hoe zit dat dan nu? Ik ben daar zelf ook heel bewust mee bezig, wel in de klas. Voor iedere groep waar ik voor sta, vertel ik daar ook over. Ja. Van, ik heb thuis 2 moeders. En als je daar wat over wil weten, dan mag je daar alle vragen over stellen. Dus, Want je hebt natuurlijk al best wel wat stages gehad als je in je 4e leerjaar zit. Ja, klopt. Wat voor vragen stellen de leerlingen dan? Eigenlijk vrij onschuldige vragen. Maar wat dan wel weer op de genderrollen echt afspeelt. Van wie doet er de was en wie kookt er? Dat soort vragen krijg ik vooral. Maar ook wel van, hoe werkt dat dan? En 2 moeders, huh? En heb je dan ook een papa? Weet je, oh ja. Vragen komen, krijg je dan wel. Ja, en wie hangt dan bij jullie de schilderijtjes aan de muur? Ja, precies. Ja, ja. Ja, grappig. Zijn dat ook dingen waar jullie misschien in je onderzoek tegenaan zijn gelopen? Hoe je dat soort dingen bijvoorbeeld zou kunnen behandelen in de klas?
Ja, absoluut. Daar hebben we ook wel bewust naar gezocht. Wij zijn gaan onderzoeken, ook binnen de regio Emmen, van hoe wordt dat aangepakt op scholen? Mm-hmm. Wat voor lesmateriaal is er beschikbaar? Wat is er landelijk voor lesmateriaal beschikbaar? En toen kwamen we er eigenlijk achter dat dat nog relatief weinig is. Als je dat gewoon wil integreren in je onderwijs. Daar vonden we dat we dan ook wel iets mee moesten. Maar we liepen daar wel tegenaan van, het is inderdaad vaak een voorleesboek waar een papa en een mama is. Of mama kookt, vader komt thuis van het werk of plakt de band. Ja. Dat soort dingen kwamen we wel tegen inderdaad. En heb je dan ook onderzocht, Wilco, wat voor andere dingen je dan nog zou kunnen doen in het onderwijs? Ja, in plaats van die boeken? Die boeken die liggen wel echt dik bovenop. Het zijn gewoon boeken die, waar het veel in voorkomt. Maar verder kun je heel erg veel aan de slag gaan met. Wat heb ik gedaan? Ik heb briefjes gemaakt. Voor kinderen staan situaties op. Van jouw beste vriendinnetje is eigenlijk verliefd op een meisje. Stuur een appje of een Instagram berichtje of weet ik veel wat. Naar dat meisje toe van wat jij er dan van vindt. Mm-hmm. Dus dat is niet per se dat het kind gelijk in die situatie gedropt wordt, zeg maar. Maar dat is meer van, iemand die heel erg naast je staat, die heeft zoiets. Hoe denk je daar dan over na? Ja. En dat is iets wat je kunt doen. Je moet die kinderen gewoon zelf aan het denken zetten. Spelenderwijs, rollenspel van, hoe zou jij reageren in dit geval? Ja. Ja. Kira, heb jij er nog dingen van opgestoken dat je denkt van, dat zouden wel echt dingen zijn die ik zelf ook mee zou willen nemen, zodra ik voor de klas sta? Nou, we hebben met vijf het onderzoek gedaan. En ook de materialen, we hebben wat zelf ontwikkeld. En we hebben bijvoorbeeld praatkaarten. Hey, kletskaartjes. Kletskaarten, ja. Die zocht ik. Dat hebben we gemaakt, ja. Maar we hebben dat ook voor bijvoorbeeld kinderen uit groep 1 gedaan. Met een vraag, kan een jongen ook ballet? Of kan een meisje ook, wat je al zei, met een brandweer, zulke dingen doen. En dat is wel iets wat je mee kan nemen. En dat kan je gewoon, heb je nog 5 minuten over aan het eind van de dag, dan pak je even zo'n kaart en dan kan je daar gewoon over praten. En ook, bij kleuters wordt er natuurlijk niet zoveel over gepraat. En we hebben boeken ook onderzocht of opgezocht, wat er dan een beetje mee te maken heeft, zodat ze ook bij de kleuters al te horen krijgen van het bestaat. Ja. En hoe is dat bij jullie zelf op school? Op dit moment lopen we allemaal niet echt stage. Maar vorig jaar, er werd niet superveel aandacht aangestoken, maar kwam het een keer ter sprake, dan wordt er wel op ingegrepen. Er is een keer op het schoolplein tegen een meisje gezegd, jij bent lesbisch. En dan heeft mijn mentor wel gezegd van, maar weten jullie wel wat het is? En die jongens die denken van, dat is gewoon een woord en dan zit je gewoon te roepen aan een kind. Ja. En toen heeft ze echt, 10 minuten wel met de kinderen besproken van, maar lesbisch is dit. Maar je kan ook homo zijn, maar je kan ook bi zijn. En toen zag je wel echt ook aan die kinderen van, maar dit is het eigenlijk. En het is heel normaal en er waren ook kinderen, mijn oom is dit en dit. Dus het is wel, er wordt wel vaak op ingegrepen, maar mm-hmm. Niet heel erg specifiek. Of soms in een week met lentekriebels. Maar de stageschool die heeft het goed opgepakt, maar het zou nog wel meer mogen. Ja, vind ik wel. Romy, hoe is dat bij de PABO zelf? Merk je dat er in jullie curriculum en jullie onderwijs ook veel aandacht aan wordt besteed? Of mag dat nog wel wat meer? Ik vind dat het nog wel meer mag, ook voor de bewustwording van de toekomstige leerkrachten. We zijn er natuurlijk met dit onderzoek mee bezig geweest, dus er wordt wel aandacht aan besteed vanuit de PABO dan. Mm-hmm. En wij hebben dit al onderzocht en we hebben dit gepresenteerd en gedeeld met onze medestudenten, die dus een ander onderwerp hebben onderzocht. Want het is niet dat we allemaal hetzelfde onderwerp hadden. Maar eigenlijk blijft het daar ook nog wel een beetje bij, dat ik denk, het kan wel, mag wel iets meer. Ja, dus ook voor de PABO zelf mag de toekomstige docent nog wel iets beter daarop voorbereiden en meer meegeven, meer handvaten meegeven. Misschien wel, want het komt steeds vaker ook wel voor dat jonge kinderen er al mee in aanraking komen. Maar dat kan zijn dat een jong kind bezig is met een transitie, mm-hmm. Of dat het wel in een jurkje op school wil komen. Maar ook met ouders, hoe ga je daarmee om als leerkracht? Dat we daar nog iets meer inderdaad handvaten voor zouden krijgen. Ja, want Wilco, veiligheid voor kinderen op de basisschool is natuurlijk heel belangrijk. Ook als ze bijvoorbeeld zichzelf zouden scharen onder de regenbooggemeenschap. Hoe is die veiligheid, denk je, bij jullie op school? Is dat voor jullie als studenten ook oké? Is die veiligheid er voor jullie ook? Ja, ik heb het idee van wel. Ik zit zelf natuurlijk niet in zo'n situatie. Maar ik denk volgens mij, ik heb eerlijk gezegd nog nooit iets gehoord van, voel ik me onprettig bij of iets. We hebben dan, qua wc's is het ook geregeld. De jongen in het filmpje zei, alles kan naar de wc, zeg maar. Nou, die wc's zijn er bij ons ook. Met andere woorden, jullie hebben ook genderneutrale wc's? Ja.
Ja. Dus nee, en verder, ja, gewoon lekker zijn wie je bent volgens mij. En dat komt bij ons helemaal goed. Nou, dat is het belangrijkste, denk ik. Lekker zijn wie je bent. Nou, wat ja. Mooi. Corine, volgens mij heb je hele mooie toekomstige collega's hier aan tafel zitten, als ik het ja, zo hoor. Ja, zeker. Toch? Ik vind het ook heel interessant. Ik ben benieuwd naar jullie onderzoek. Wil ik eigenlijk nog wel lezen. Ja. Nou, kijk, worden hier ook nog weer connecties aan tafel gemaakt. Heel mooi. Dankjewel dat jullie hier aan tafel wilden zitten en jullie onderzoek en jullie opleiding ook met ons wilden bespreken. Nou, geen probleem. Ja, dit was alweer de derde aflevering van Ik Volop, die volledig in het teken stond van LHBTI+ in het onderwijs. Basisschooljuf Corine, dankjewel dat je er wou zijn. PABO-student van Stenden, Kira, Romy en Wilco, ook jullie heel erg bedankt. Ja, en morgen is het alweer tijd voor de laatste aflevering van Ik Volop van dit jaar. Dan gaan we in gesprek met onder meer de gemeente Emmen en Coevorden. En dat doen we over de relatie van de regenbooggemeenschap met de samenleving in onze regio. Ik hoop dat je er dan ook weer bij bent. Graag tot morgen. Doei!